De Sinterklaas-intocht dit jaar is een beetje spectaculairder dan andere jaren. Want wat sinds dit jaar populair aan het worden is, is dat de aquaborden. Dat is dat je met waterstralen hoog boven het water uit torent. Ja, en dat doen nu een paar zwarte pieten. Dus even kijken of we dat van dichtbij kunnen zien. Nou, daar gaat hij achter de pakjesboot. De Vliegpiet heet die, hoorde ik net van een van zijn collega's Zwarte Pieten. En er zijn er twee. Een stukje verderop vliegt er nog een. En natuurlijk ontzettend veel muziekpieten hier op de Beestenmarkt in Leiden. Waar, nou moet je eens kijken hoeveel kinderen staan te wachten op Sinterklaas, die inmiddels wel is aangekomen, aangemeerd. Aan de verkeerde steiger, dat wel. De inspectiepieten hebben vorige week alles opgemeten. Gekeken of Leiden intocht proef was, zoals de inspectiepiet mij net vertelde. Dat was zo. En wat hebben ze nou gedaan? Ze zijn aan de verkeerde steiger aangemeerd. Niet bij rederij Rembrandt, maar eentje verder. Nou, Sinterklaas die staat een stukje verderop, want die heeft het heel erg druk met handjes geven aan alle kinderen en tekeningen in ontvangst nemen en luisteren naar liedjes. En de Zwarte Pieten die delen ondertussen snoepgoed uit, pepernoten, kruidnoten en nog veel meer lekkers. Straks gaat de Sint nog een rondtocht maken door de stad op zijn paard, Americo. Hier nog even niet te zien, want die zit natuurlijk achter alle kinderen. Want je ziet het, dat zijn er echt heel veel. En daarachter is een podium. En daar gaan ze zo meteen naartoe. En dan gaan ze liedjes zingen met z'n allen hier op het plein op de Beestenmarkt in Leiden. En laten we het zien als een soort generale repetitie voor de echte intocht, de landelijke intocht. Die een deze jaren naar Leiden moet komen. Dat heeft de gemeente deze week besloten. En de burgemeester vertelde net, we gaan voor volgend jaar, 2014. Hoe was uw reis hier naartoe? Oh, het was prachtig. Ik heb het Spaanse zonnetje meegenomen. Wij vroegen ons al af waar die zon ineens zo vandaan kwam. Maar dat is dus ook een cadeautje van Sinterklaas. Ja, ik weet niet, misschien dwingen de kinderen van Leiden dat af op het moment dat ik al die zonneschijn in hun gezichten zie. Beste Sinterklaas, heel hartelijk welkom hier in de goede stad Leiden. Heel veel kinderen hebben een muts van Zwarte Piet of ze hebben een mijter van Sinterklaas. Sommigen zijn zelfs zwart geschminkt en het is geweldig, want ze hebben er allemaal verschrikkelijk veel zin in. En we hebben goed gekeken of er nog meer kinderen hier konden komen. En zover als je kunt kijken, het zit helemaal vol van de kinderen. En daar ben ik hartstikke blij mee. Dus Sinterklaas, hartelijk welkom in Leiden. We hopen dat u een hele fijne tijd heeft en dat u de kinderen een hele fijne tijd bezorgt. Kan iedereen mij horen? Ja, heel goed. Wat ben ik blij dat jullie allemaal gekomen zijn. Laat je eens horen. Ja, oh wat ben ik blij om hier te zijn, hier in Leiden. Het is toch altijd een feestje in Leiden. Ik denk dat het een van de mooiste steden van het land is. Ja, ik vind het altijd heel erg prettig om hier te komen. En om hier mijn intrek te nemen in het huis van Sinterklaas. Dat gebouw is op slot en daar hebben wij een grote sleutel voor. En die geven we dadelijk aan Sinterklaas. Oké, maar waar is die sleutel dan nu op dit moment? Kijk eens even. Dat is de sleutel. Als u deze nou straks gebruikt, dan kunt u er vast in. Dank u wel. Ben ik hier blij mee. Maar burgemeester, ik dacht dat er op Leidense deuren altijd twee sleutels pasten. Zo gekruist, toch? Of niet? Nee, de Leidenaren vergeten nog wel eens een sleutel, dus we hebben altijd een reservesleutel erbij. Oh, kijk. Ik geef deze sleutel aan de sleutelpiet. Zorg je er goed voor? Hij is behoorlijk zwaar. Oké. Wij hebben van de inspectiepieten vernomen wat uw lievelingslied is. Dus wij hebben dat net met z'n allen ingestudeerd. Met z'n allen! Wij zijn de pieten, de pieten, de pieten, de komende jaren.